de omloop in de Bokhovense polder zijn over een lengte van een kilometer tientallen zakken vol potgrond gedumpt. Deze zijn vermoedelijk afkomstig van een wietkwekerij. De zakken zijn in de nacht van woensdag op donderdag daar neergegooid, vermoedelijk vanuit een auto. De exacte inhoud en de herkomst van de zakken is nog niet bekend.